Bij meubelleerbedrijf Koninklijke Hulshof Verenigde Fabrieken BV in Lichtenvoorde is een medewerker woensdagmorgen bekneld geraakt in een van de machines van het bedrijf. De toedracht van het ongeval is nog onduidelijk, wel verricht de arbeidsinspectie onderzoek. De werknemer is met zwaar armletsel naar het ziekenhuis vervoerd. Ook is er een traumahelikopter ingezet. ABN Amro sluit twee kantoren in Gelderland. Zo wordt het kantoor aan het Lieve Vrouwenplein in Die Dam en het kantoor in Arnhem per 12 juli gesloten. Veel klanten regelen hun bankzaken via het internet, met als gevolg een daling van het aantal bezoekers. Op beide locaties zal er een geldautomaat geplaatst worden. Klanten die toch een ABN-kantoor willen bezoeken, zullen daarvoor naar Zevenaar moeten. De Olly Mullen in Borculo heeft het mooiste terras van de Achterhoek. Voor het tweede achtereenvolgende volgende jaar staat het terras op de eerste plek van de Achterhoekse Terras Top 10... ...samengesteld door de klassie Goed Uit in de Achterhoek. Met op de achtergrond twee imposante waterraderen die hun rondjes draaien... ...maakt de Olly Mullen zijn faam als ontspannen terrasadres waar, al dus het juryrapport. Het is vandaag Buitenspeeldag. Dat betekent dat in heel Nederland buitenspelen centraal staan, zo ook in Gelderland... Kinderen en jongeren zijn woensdag gestimuleerd om naar buiten te gaan. In Lichtenvoorde werd buitenspeeldag gehouden in het Wentoldpark. Voor alle basisschoolkinderen van Lichtenvoorde, Harreveld, Mariënvelde, Zuwend, Lievulde en Vragende. Oud-achterhoeker Guus Hiddink is ook volgend seizoen hoofdtrainer bij het Russische Antsi Makhaskala. Dit meldt de directeur van de club Konstantin Remsjaikov op Twitter. Onder leiding van de 66-jarige Hidding beleefde Ansi Makhaskala afgelopen seizoen het beste seizoen uit de clubgeschiedenis. Guus Hidding eindigde met de steenrijke club op de derde plaats in de Russische competitie. Ook bereikte hij de bekerfinale, die werd verloren van CSKA Moskou.